Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van de Roy Fotografie. In deze video ga ik het hebben over Instagram. Ga ik je een tip geven hoe je foto's over een bepaald onderwerp kunt volgen in Instagram. Het is een functie die sinds enkele maanden beschikbaar is. Ik neem je mee naar mijn smartphone, zodat je mee kan kijken hoe je dat kunt instellen, wat ik precies bedoel en hoe je die foto's die jouw interesse wekken naar voren krijgt in jouw tijdlijn. Ik ben hier binnen mijn Instagram-account. Mocht je me nog niet volgen, vergeet dat even niet te doen natuurlijk. Maar waar deze video over gaat is, hoe kun je nou specifieke foto's die een hashtag hebben gaan volgen? Nou, eigenlijk is het vrij simpel. Je gaat hier naar het zoek-icoontje, het vergrootglas, het tweede icoontje onderin. Je kan hier gaan zoeken en ik zoek hier bijvoorbeeld op Cityscape. En je moet er wel voor zorgen dat het filter bovenin op tekst staat. Nou, je ziet hem eigenlijk al staan als derde Cityscape. Ik klik daarop. En vervolgens krijg je alle foto's te zien die de hashtag Cityscape hebben. Nou, die kan je gaan volgen door bovenin op volgen te klikken. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen maar foto's in je newsfeed, in je tijdlijn te zien krijgt van mensen die je volgt, maar ook dus de foto's die de hashtag Cityscape hebben. Nou, nu is Cityscape een hele populaire hashtag. Waar ik ook erg in geïnteresseerd ben, is nachtfotografie. Die wil ik er ook graag bij hebben. Nou, daar klik ik ook op volgen. Nou, als ik nu terug ga naar de home, het huisje links onderin, en naar mijn nieuwsfeed ga, ik kan hem even verversen, kijken of we gelijk iets daarvan te zien krijgen. Dus in principe zijn dit allemaal mensen nog die ik volg. Maar hier is er dus nu ook een kans dat er ook hashtags tussendoor komen. Je ziet ook tegenwoordig dat er populaire hashtags aangeraden worden die je dan kan volgen. Eigenlijk is dat een soort van reclame. Maar als hier natuurlijk hashtags tussen zitten waarin je interesse hebt, kan je het direct hier vanuit gaan volgen. Ik scroll even naar beneden of ik er eentje tegenkom van Cityscape of Night Photography, maar daar lijkt het nu niet op. Dus, maar je gaat merken, ze zitten er wel tussen. Dus wat dat betreft, dit is hoe je specifieke hashtags kunt gaan volgen. En op die manier ga je natuurlijk ook weer nieuwe fotografen ontdekken die hele mooie foto's maken. En wellicht ga je die dan ook wel weer direct volgen.